Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, welkom. Goedemorgen. Vandaag is bekend geworden dat er een nieuwe locatie is gevonden voor het AZC in Breda. Waar is het college op uitgekomen? Ja, het college heeft besloten om de nieuwe vestiging, in feite de verhuislocatie van het AZC, wat nu in de koepelgevangenis is in de Bospoort is, om dat te verhuizen naar de locatie van het belastingkantoor bij de Gasthuisvelden. Waarom is deze locatie in beeld gekomen? Ja, deze locatie is in beeld gekomen naar aanleiding van het kader wat de gemeenteraad ons meegegeven heeft. Wat zij heel belangrijk vinden bijvoorbeeld is dat het ongeveer hetzelfde aantal en samenstelling is. Maar ook dat dat binnenstedelijk moet plaatsvinden. Dus niet in het buitengebied, niet in het bos, maar gewoon in de stad. En als je dan kijkt naar de vrije locaties, hè, waar eigenaren ook mee willen werken. En die zoektocht doe je door heel de stad. We hebben zo'n 30 locaties bekeken. Dan zie je dat dit eigenlijk de enige locatie is die snel beschikbaar is, op tijd beschikbaar is. Waar je ook een veilige, goede plek zou kunnen inrichten. En waar ook het COA van zegt van inderdaad, deze locatie is ook goed geschikt te maken voor een wat langere periode voor opvang van vluchtelingen als een AZC. Wat betekent dat concreet? Hoeveel mensen kunnen daar terecht en per wanneer? Ja, de verwachting is dat het rond de 400 mensen ook zijn, zoals nu ook de huidige locatie bij de Bospoort, bij de koepelgevangenis is. De termijn van 2 jaar wat afgesproken is met de omgeving bij de koepel houdt op eind oktober dit jaar. Dus dat betekent dat wij vanaf dat moment, eind oktober, begin november, erop mikken om dan de mensen te verhuizen naar deze locatie in het gebouw van het oude belastingkantoor. Nou is er natuurlijk daar in het verleden bij de Bospoort een hele discussie geweest met de buurt, hè, inspraak. Hoe is dat nu geregeld? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de omwonenden? Zijn die al geïnformeerd? Krijgen die de kans om inspraak te geven? Ja, we proberen natuurlijk het hele communicatieproces zo zorgvuldig mogelijk op te lopen, in te dienen. Wat heel erg belangrijk is dat je natuurlijk ook gewoon goed luistert naar zorgen die er zijn, tips die er zijn, angsten die er zijn. Om daar uiteindelijk ook proberen rekening mee te houden om uiteindelijk samen met de omgeving zo goed mogelijk deze locatie in te richten. Dus op deze locatie gaan we dus 400 mensen huisvesten. En dat wil je natuurlijk zo goed mogelijk, ook als het gaat om kleine kinderen, weer dat inrichten. Dus dat luistert naar hoe je het gebouw zelf inricht, maar ook hoe je die buitenruimte inricht. Concreet, er komt een informatiebijeenkomst voor de wijk? Ja, dus we hebben vanmorgen al de omgeving geïnformeerd middels een brief die iedereen in de bus krijgt. We hebben alle belanghebbende stakeholders, eigenaren in het gebied bijvoorbeeld, de wijkraden, de scholen, hebben we persoonlijk al gebeld, op de hoogte gesteld van dit besluit. We hebben alle sociale media natuurlijk aanstaan, we hebben de pers, de media nu geïnformeerd. En we proberen zo goed mogelijk ook open te staan voor vragen en zorgen en daar ook gelijk al op te reageren, zodat iedereen in de omgeving meegenomen wordt om uiteindelijk dan in november die 400 mensen daar te kunnen ontvangen.